Welkom allemaal bij de laatste aflevering van 2014 van Vitaaljournaal. We kijken terug op een heel bewogen jaar, want één ding is zeker, er is heel veel gebeurd. De ouderenzorg is regelmatig het afgelopen jaar in een wat minder positieve manier in beeld gekomen. Dat zult u ongetwijfeld hebben gemerkt. Toch zijn er zoveel mooie verhalen te vertellen over de zorg. En zoveel mooie mensen die zich elke dag inzetten voor die zorg. En dat willen we u graag nog een keertje laten zien. Een van de mooiste verhalen, als u het mij vraagt, is het verhaal van de heer Van der Erkel. Hij is genomineerd voor de Zorgchart 100, die Actis samen met BNR Nieuwsradio in 2014 voor de eerste keer heeft georganiseerd. Zij gaan daarin op zoek naar mensen die zich elke dag opnieuw inspannen voor een betere zorg. En de heer Van Erkel, met zijn 93 jaar, is een echte zorgtopper. Ik ben Frans Van Erkel. Ik ben van 1921, 4-7-21 geboren en inmiddels 93 jaar dus. Ja. De heer Van Erkel is hier 25 jaar geleden binnengekomen als mantelzorger. De familie van hem werd hier opgenomen. En er werd toen aan hem gevraagd of hij hier vrijwilligerswerk wilde komen doen. Nou, eigenlijk is dat niet te omschrijven wat hij betekent voor de organisatie. Het is gewoon, hij is super betrokken vanuit zijn hart. Hij komt hier door weer en wind naartoe. En ja, kent de mensen en de mensen kennen hem. Mijn streef is om 110 te worden. Ik probeer het zo lang mogelijk vol te houden. Ik vind het zelf leuk. Ik heb al gezegd, het zijn 3 feestdagen voor me. Ja. We worden allemaal ouder. En we willen allemaal langer gezond thuis blijven wonen. Alleen het gezond thuis blijven wonen, dat gaat helaas niet voor iedereen op. En daarom is het fijn dat er een thuiszorgorganisatie is die de zorg rondom de mensen in de buurt organiseert. Laten we kijken hoe Ommerink dat doet. We zijn heel toegankelijk, we zitten midden in het dorp. Mensen weten ons heel makkelijk te vinden. Ze lopen al vlug, heel vlug even binnen om een vraag te stellen waar ze krukken kunnen halen, waar ze zorg kunnen regelen. Goedemorgen. Hey Fietje. Goedemorgen. Hey. Kan ik je helpen? Mevrouw Vos is een dochter van 2 cliënten van ons. Haar vader hebben we in zorg gekregen omdat hij opgenomen geweest is voor prostaatkanker. Hij heeft katheter gehad. Maar dat is allemaal goed verlopen. En haar moeder hebben we al heel lang in zorg met een wond op haar been. En ja, toch wel achteruitgang in de lichamelijke conditie en ook met het ouder worden. Goedemorgen mevrouw Hoogstra. Goedemorgen. Mag ik eerst even het zorgdossier? Ze heeft dagelijks echt ADL-zorg nodig en wondzorg van haar been. Ga dan mee, dan gaan wij boven even douchen. Oké. Ja hoor. En dan hebben we het dorpje Austerlitz. Een dorpje, een gemeenschap die met elkaar heeft gezegd, wij laten onze ouderen niet stikken. We gaan gewoon zelf handen uit de mouwen steken en hoppakee aan het werk. We zorgen voor elkaar en met elkaar. Ja, het idee wat erachter zit is dat we uiteindelijk willen dat mensen in het dorp kunnen blijven wonen. En dat willen we doen door zorg- en welzijnsvoorzieningen te bieden. Ook als je nog lang niet zo ver bent en maar gewoon in het dorp woont. Zoveel mogelijk met mensen uit het dorp zelf. Dus door het dorp en voor het dorp. Ik ben dorpsondersteuner. En een dorpsondersteuner is eigenlijk iemand die alle hulpvragen op het gebied van gezond en welzijn en welvaart binnenkrijgt. Nou, het kunnen dus ook vragen zijn op het gebied van vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld vragen op het gebied van vervoer. He, mensen moeten naar het ziekenhuis of naar de dokter, hebben geen eigen vervoer en ook geen directe mantelzorgers in de omgeving die hun kan rijden. Dan kunnen ze mij bellen en dan zorg ik voor een auto met chauffeur en dan worden ze keurig opgehaald en weer thuisgebracht. Het afgelopen jaar stond ook in het teken van dreigende ontslagen en zorgorganisaties die noodgedwongen hun locaties moesten sluiten. Toch waren er ook zorgorganisaties die met slimme aanpassingen dit wisten te voorkomen. Zoals Vivium Zorggroep. Laten we gaan kijken hoe ze dat hebben gedaan. Vroeger als je in een verzorgingshuis kwam was het eigenlijk all-inclusive noem ik het maar. Er werd voor je woning gezorgd, er werd voor je eten gezorgd, voor de zorg gezorgd. Alles zat in één pakket. Nu hebben we een van onze zorgcentra. Iedereen die daar woonde is in 2 maanden tijd omgegaan naar scheidenwonenzorg. Dat betekent dat mensen huren. En ze krijgen daarnaast nog alles wat ze nodig hebben aan zorg, aan welzijn, aan schoonmaak. En we hebben in sommige huizen zelfs al een wachtlijst. Dus het lijkt echt heel erg aan een behoefte te voldoen. En het maakt dat we onze zorgcentra open kunnen houden. En dat betekent ook dat we medewerkers aan het werk houden. En dat we daardoor ook, als alles een beetje mee zit, de komende jaren geen ontslagen verwachten in de zorg. Met alle veranderingen in de zorg wordt het steeds belangrijker dat er specifieke zorg wordt geleverd.
Een mooi voorbeeld daarvan is zorgboerderij Buitengewoon. De naam zegt het al. Zij verlenen zorg aan dementerende ouderen. En dat doen ze wel op een hele bijzondere wijze. Laten we gaan kijken. In zorgboerderij Buitengewoon in Delfgauw worden de taken verdeeld. In deze dagopvang voor mensen met geheugenproblemen helpen cliënten bij het werk dat nodig is op de boerderij. Ik heb voor jou ook nog wat. Wil jij eerst even samen de varkens wat eten geven met kok? Die hebben nog geen eten gehad. En even de kippen. Het kenmerk van onze zorgboerderij is dat we heel veel met de natuur bezig zijn en met het buitenleven. En hier komen dus mensen die echt nog meerwaarde beleven bij het buiten bezig zijn. En dat is gewoon leuk om te doen. Tot zover deze speciale uitzending van Vitaal Journaal 2014. De laatste alweer. En aan alle mooie dingen komt een eind. Dus ook aan deze laatste uitzending. We keken terug op 2014, maar krijgt u nu geen genoeg van deze mooie, inspirerende, geweldige filmpjes? Like dan onze Facebookpagina. En ik hoop u terug te zien in 2015, waarin we weer van die fantastische mensen in beeld brengen die de zorg heel bijzonder maken, omdat zij bijzonder zijn. Ik hoop u te zien in 2015. Voor nu, goede dagen en niet te veel wijn drinken.